Hij is misschien wel de grootste Nederlandse staatsman ooit. Wij weten altijd, als je het niet meer kunt lezen, is het van Oldenbarneveld. Hij schiep het eerste Nederlandse landsbestuur. Het is weer mis. Weer oneenigheid, weer meningsverschillen, weer een rommeltje. Een staat waarin een polderaar onmisbaar was. Het gedruis, het geschreeuw, doorkarfde mensen en zo. Maar Johan van Oldenbarneveld betaalde de hoogste prijs. Er moet een soort haat hebben geleefd bij Maurits. Maar waarom, vraag je? Terechtgesteld door zijn eigen staat. Het is ineens gebeurd. Ja. Dat hier gewoon een moord gepleegd is. Op de belangrijkste staatsman van zijn tijd. Dat was gewoon de Obama van die dagen, hè, Oldenbarneveld. Ja, en ja. Misschien wel een van de grootste staatslieden die we hebben te maken. Ja, Johan de Witt natuurlijk ook. Ja. 50 jaar later, maar hij was echt... Thorbecke misschien? Ja, Thorbecke in de 19e eeuw, daar heb je ze ineens wel. En deze eerste voorganger van u, die werd hier dus terechtgesteld. Ja, dus... Hoe is dat in uw positie om je dat te realiseren? Nou, hopen dat dat zich niet herhaalt. Gelukkig leven we nu in andere tijden. We gaan ervan uit dat de democratie zich goed heeft geworteld in Nederland. Maar het is natuurlijk een bizar gegeven. Waar zou dat schavot van Oldenbarneveld nou hebben gestaan? Ik vermoed eerlijk gezegd dat we wel zo'n beetje nu op dat schavot staan. Alleen dan zal het iets verhoger zijn geweest. De grote zalen. Ja, nee, maar dat is hier. Dus we staan hier voor de gevel van de ridderzaal. Dus als je hem zo ziet, dan hebben we hier de ridderzaal. Daar staan we nu voor. Dus ongeveer waar we nu staan. Misschien iets die kant op nog staat het schavot. En je ziet dus de drukte eromheen. Hè? Gewoon dat er honderden, misschien wel duizenden mensen bij waren. Dat was natuurlijk de gebeurtenis van die tijd. Dus je kunt je voorstellen als er duizenden mensen zijn, hoe vol het hier dan is. En daar komt dus de belangrijkste politicus van zijn tijd. De belangrijkste staatsman van de wereld op dat moment. Oud, kwetsbaar, met een stokje. En die wordt hier gewoon vermoord. Ja, dat is natuurlijk een hele bijzondere bijeenkomst geweest. Een bizarre bijeenkomst. Ook een niet voor te stellen bijeenkomst bijna. Oldenbarneveld is natuurlijk sowieso een bijzonder figuur. Want hij was in feite niet meer dan een soort van secretaris van de Staten van Holland. En die baan heeft hij uitgebouwd tot, ja, wat je nu zou kunnen vergelijken met de baan van minister-president. En dus ook echt degene die het hele beleid coördineerde. Maar dat stond helemaal niet in zijn functieomschrijving. Maar dat paste ook bij de Jonge Republiek. Na de loswording van Spanje moesten wij zelf al die staatsinstellingen uitvinden. En zo'n man als van Oldenbarneveld, die greep die kans. Die vulde dat vacuüm met zijn macht, met zijn invloed. En maakte van die baan van raadpensionaris en landsadvocaat, ja, maakte die een soort van allesbepalende functie. De eerste regisseur van het Nederlandse beleid. Hij was echt regisseur. Een van de grootste staatslieden van ons land. Of zelfs de allergrootste. De man die het land in zekere zin heeft geschapen uit een ratje toe aan gewesten. Geëxecuteerd op de plek waar hij dat werk volbracht. Uit de weg geruimd door de staat die hij zelf had opgebouwd. Het klinkt als Shakespeare. Een tragedie. En dan echt gebeurd. Hoe heeft het zo ver kunnen komen? Nou, hier lopen we het depot in en dit is het papieren archief van Oldenbarneveld, zoals dat hier bij de Koninklijke Bibliotheek en het Nationaal Archief is bewaard. Dit is de hele Oldenbarneveld? Ja, dit is het. Dit hebben we. En dan de hamvraag, wie is die man? Een Nederlandse man van zeer eenvoudig komaf, burger uit Amersfoort, die in no time wereldpolitiek maakt en tussen vorsten beweegt. Ineens ja, de sleutel in handen heeft over de vraag of Europa in oorlog is of niet. Een unieke figuur, niet alleen voor Nederland, maar ook daarbuiten zelfs. Ja, hij begon als pensionaris van Rotterdam, advocaat. Maar een van de allereerste stappen waar hij echt concreet in de politiek bij betrokken is geweest op het niveau van de Nederlandse staat, dat is de totstandkoming van de Unie van Utrecht. De Unie van Utrecht was een defensieunie
Waarbij de noordelijke Nederlanden in ieder geval met elkaar afspraken gemeenschappelijk op te trekken tegen de vijand. Ja, net zoiets als de huidige NATO, maar dan voor 7 noordelijke Nederlanden. Waarbij dus de vraag was, wat doe je op collectief niveau, het is bijna Europa, en wat doe je op het niveau van de individuele staten? En in feite werd hier een nieuw verdrag gecreëerd dat de basis legde voor die Nederlandse staat. Dit is in feite de conceptminuut van dat verdrag, keurig netjes door een klerk opgeschreven. En deze kriebeltjes, wij weten altijd, als je het niet meer kunt lezen, is het van Oldenbarneveld. En je ziet hoe die eigenlijk op de details, op de kleine details van dat traktaat, van die Unie van Utrecht, hoe die daar zijn stempel op heeft geprobeerd te drukken. En je doet het ook zonder doorhalingen bijna. Hè? Het is een ongelooflijk vaste hand. Een advocaat die een pleidooi in zijn hoofd heeft en dat in één keer opschrijft. Hier staat de richting, maar ik wil deze richting. Ochtends vroeg aan de snelweg naar Brussel. Het wachten is op staatssecretaris Ben Knapen van Europese Zaken, schrijver van een biografie van Oldenbarneveld. De bewindsman is op weg naar Europees overleg. Goedemorgen. Sorry dat het zo laat is, maar er waren overal files, dus niks aan te doen. Ja, nee, dat begrijp ik. Blind date langs de snelweg. Ja, het is wat. Ja. Het is ochtend zo vroeg. Ja, nog nooit eerder gedaan. Nee. Waar ligt voor u de grote aantrekkingskracht van deze figuur? Nou, de aantrekkingskracht lag eigenlijk in eerste instantie bij het verschijnsel natievorming. Hoe komt een staat tot stand? Omdat juist in zo'n revolutionaire tijd is het handelen van één persoon kan een geweldig verschil maken. Als de juiste man of vrouw op het juiste moment, met voorzien van de juiste talenten, ergens verschijnt, dan kan dat net de doorslag geven. Want als je kijkt naar de Republiek, ja, het was eigenlijk één grote crisis. Aan alle kanten omsingeld door legers. Geen geld op bepaalde momenten. Bondgenoten die je vandaag steunde en morgen lieten zitten. Kijk, het talent van Oldenbarneveld was toch dat hij in die fase eigenlijk vrij consequent de juiste stappen achter elkaar heeft gezet en zich heeft niet heeft laten gek maken door die sfeer van paniek. Die sfeer van we redden dit nooit. Maar successievelijk eigenlijk gewerkt heeft aan wat hij in zijn hoofd had. Als je toen kranten had gehad, radio en tv, had je eigenlijk iedere dag koppen gehad die hadden gezegd, het is weer mis. Weer oneenigheid, weer meningsverschillen, weer een rommeltje. En ondertussen realiseerde deze republiek een gouden eeuw. En zoals gezegd, je had toen geen krantenkoppen, maar als je ze gehad had, hadden ze verdraaid veel geleken op krantenkoppen die je kunt maken over de Europese Unie, die bijna altijd gaan. Over gevechten in Brussel, meningsverschillen in Brussel, met overal vetorecht, gebrek aan eenheid en slagvaardigheid. En aan de andere kant de werkelijkheid die daaronder ligt, waarin eigenlijk heel veel boven verwachting goed loopt. We moeten het niet te lang maken. Uitstekend. Vele uren later, het wordt al haast weer donker. Ja. U gaat een nieuwe sessie van de vergadering in, staat het? Ja, dat klopt. Het is een hoop werk. Het is ingewikkeld. En er zijn er allerlei meningsverschillen. Dus dat moet allemaal nog uitgesorteerd worden. Maar goed, daar hebben we nog een dag of drie voor. Dus. Ja, goed. Ik wens u moed, wijsheid en sterkte. Goeie avond. Okay, wel thuis, hè? Okay.
Ja, de voormalige hofkapel. In de kelders deze kapel zijn de grafstenen van de gravin van Holland. En werd het lijk van Johan van Oldenbarneveld 14 mei 1619 bijgezet. Ja, in eind 19e eeuw is er het een en ander veranderd aan het Binnenhof. In de 18e eeuw is die kant erbij gekomen, het paleis van Stadhouder 5. Hier is toen veel verbouwd. En toen is ook die hofkapel is helemaal aangepakt. We hebben wel een prachtig standbeeld nu van Johan van Oldenbarneveld aan de Vijverberg. Maar echt praalgraven. En dit is natuurlijk wel een oprichter van, van Holland, van Nederland, hè? Van de Republiek. Het is toch een heel raar idee. Even de grootste staatslieden van Nederland heeft niet eens een graf. Er is geen graf van. We zijn hier nu in de kelders onder de vroegere hofkapel. Deze gang, de doodsgang, loopt langs het gebied waar de grafkelders van de graven van Holland zijn geweest. Dus achter deze muren, daar bevonden zich de grafkelders van de graven van Holland. Daar zijn heel veel gebeenderen, gebeentes gevonden. Wat bekend is, is dat na de onthoofding van Oldenbarneveld zijn stoffelijk overschot, hoofd en romp, bij elkaar gebracht in een houten kist zijn gebracht. En dat die hier in een grafkelder begraven is. Maar het zou ergens hier... Het zou hier achter deze muren zou het moeten zijn. En kunnen we daar nog iets dichterbij komen dan dit... Nee. Ik kan alleen maar laten zien vochtvlekken die hier door de muren komen. Dat is zoutwerking. Maar er wordt ook wel gezegd dat dat verhevigd wordt doordat er vocht loopt langs houten kisten en lode kisten. Zit daar nog iets? Er zit daar nog iets, zeker. Wat is dit? Brochures Eerste Kamer. Dit is... Ja. Nou, dit is dus hoe dicht je bij Oldenbarneveld kunt komen. Dichterbij kan niet. Het is niet een mooi praalgraf. Beeld. Ja, hij is groot, hè? Ja, het was ook geen kleine jongen, zullen we maar zeggen. Nee, maar ze hebben hem wel stevig neergezet, zo alles bij elkaar. Hè? Mooi ruim bosje eromheen. Alleen de plek heeft toch iets vreemds. Je zou denken, daar is Binnenhof, ja. Daar heeft hij gewerkt, ja. Daar is hij onthoofd. Waarom staat dat ding niet op het Binnenhof? Nou, toen het uiteindelijk werd besloten en in 1954 is neergezet... Toen was volgens de mensen die daar toen over besloten de tijd nog niet rijp om hem echt op het Binnenhof neer te zetten. En de belangrijkste overweging was dat zou dan betekenen dat ieder jaar op weg naar de Ridderzaal de majesteit langs dat beeld zou moeten rijden om daar de troonrede te gaan voorlezen. En waarom kon dat niet? Op dat moment vonden de beslissers daarmee breng je toch die nationale verwarring ieder jaar weer naar boven. Want is het toch niet zo dat er nog steeds rondom die terechtstelling van Oldenbarneveld zo'n collectieve erfzonde hangt? En moeten we dat nou werkelijk ieder jaar weer opnieuw op weg naar die Ridderzaal meemaken? Wat maakt het nou zo pijnlijk? Nou ja, het pijnlijke zat er natuurlijk in dat de terechtstelling van Oldenbarneveld natuurlijk werd teruggebracht op dat conflict tussen Maurits en van Oldenbarneveld. Dat Maurits ook achter deze hele zaak zou zitten. Een oranje. Een oranje achter de terechtstelling van de grote staatsman. Daar wordt het pijnlijk, inderdaad. Want de twee waren eerder een perfecte tandem geweest. Maurits als legerleider van de Republiek, Oldenbarneveld als politiek leider. Oldenbarneveld was voor de jonge Maurits zelfs een mentor geweest. Hoe kon dat eindigen in die ongehoorde executie? Was het vadermoord? Wat is er tussen beide mannen voorgevallen? Daarvoor moeten we naar een gebeurtenis waar iedereen de naam, maar bijna niemand het fijne van weet. 1600. De slag bij het Belgische stadje Nieuwpoort.
Ja, kijk, dat is het dan. Het slagveld van de slag bij Nieuwpoort. Hier is het uitgevochten. Inderdaad, hier zal dus beslist het hele leger van Maurits in zijn diverse onderdelen opgesteld zijn geweest bij het begin van het treffen. In, helemaal in de verte zie je een paar torens. Dat is Nieuwpoort. Dat is Nieuwpoort, de stad. Wat kwam Maurits hier doen? De kapers vanuit Duinkerke die saboteerden de trafiek op de Noordzee. Op weg naar Holland en Zeeland. En het was al verschillende jaren dat Oldenbarneveld, omwille van de commercie, dat beslist wou vermijden. En hij had dus al heel lang, ik zou bijna moeten zeggen, gebedeld op dat Maurits met zijn leger daar een einde zou kunnen aanstellen. Die kant, juist. Dat is Nederland, Zeeland. Daar kwam Maurits vandaan. Eigenlijk wel, ja, ja. Hij was hier tot aan Nieuwpoort gekomen, juist. En wilde verder door... Het was de bedoeling van uiteindelijk naar Duinkerke te gaan. En toen kwam een Spaans leger kwam achter hem aan. Achter hem aan, en juist. Was sneller. Relatief snel. Hij moest dus hier echt gewoon de aanval organiseren. Want hij kon eigenlijk niet meer terug. Zijn weg naar huis was afgesneden. En dan ziet hij de Spaanse troepen ja. naderen. En hij is dus begonnen hier met deze kanonnen. Heeft hij laten opstellen en laten schieten op het voetvolk dat daar ongeveer kwam. En dan zijn er daar een deel van die soldaten in de duinen gevlucht, in die richting. Maar hij had kinderver, had hij cavalerie staan, nogal veel. En die zwaar geharnaste tertio's, die hadden het wel wat zwaar. Ze hadden van de Spanjaarden. Dus, ja, ze hadden een geforceerde mars naar hier. En die moesten dus duin op en duin af enzovoorts. En die cavalerie die kon een beetje beter weg in de duinen. Dat lukte een beetje beter. Dat waren de tanks van die tijd. En mondjesmaat, een twintigtal, een dertigtal met een keer, heeft hij laten de flank aanvallen. Er is hier dus, als ik het goed begrijp, een uur of drie lang ja. gevochten. Vooruit, achteruit, vooruit, achteruit. U heeft dat bestudeerd. Probeert u het zich voor te stellen? Wat moet dat voor een lawaai? Wat, ja, hoe moet dat ja, hier ja, geweest ja. zijn? Het is voor mij nog een raadsel hoe dat de commando's van het ene vendel naar het andere konden worden doorgegeven. Het gedruis, het geschreeuw, het gekletter, paardengehinnik, doorkerfde mensen en zo. Af en toe een kanon. En waren het hun kanonnen of waren het de kanonnen van de vijand? Enzovoort, enzovoort. Ja, dan was dat hier eigenlijk een carnage. Het waren dus van die vreselijke gevechten met vreselijk veel slachtoffers. En er was volk genoeg. En toch heeft het briljante genie van Maurits ervoor gezorgd dat hij heel oordeelkundig zijn groepjes inzette. En soms eens een groepje terugriep. En dan een ander groepje liet komen. Dat daar had zitten wachten enzovoorts. Hè. Je moet dat zodanig oordeelkundig hebben gedaan. En dat heeft dus een weerklank gegeven in heel West-Europa. Boertangen, Oost-Groningen. Er is hier vandaag een re-enactment, een heropvoering van een veldslag zoals die uitgevochten had kunnen zijn door prins Maurits rond 1600 tegen de Spanjaarden. Nagemaakte tenten, kleding, wapens. Beetje mal. Alsof ze van zichzelf niet weten dat ze gewoon een mobieltje in hun achterzak hebben. Maar het heeft ook iets schitterends. Dat mensen het verleden niet als een abstract beeld zien alleen, maar proberen het echt te zien, te ruiken, te voelen. Westland! Land! Goeiedag. Morgen, senior. U moet ik hebben. U ziet er prachtig uit met dat ijzerwerk. U bent hoog? Ik ben de commandant, de opperbevelhebber van het leger hier. Het is eigenlijk een soort Maurits. Misschien diep in mijn hart wel, maar dat klinkt arrogant. En nee, want ik kan niet in zijn schaduw staan. Maurits is voor ons de vernieuwer van het leger. Wat heeft Maurits ontwikkeld? Dus de contramars.
De voorste rij staat geladen, moet u voorstellen. Een heel blok van 50 musketiers. 10 man breed, 10 man, 5 man diep. De voorste rij staat geladen. Schiet. Draait op dat moment om, loopt naar achteren. Tijdens het naar achteren lopen laden ze weer. De tweede rij komt naar voren en schiet. Zo kun je dus je vuursnelheid opbouwen van 1 schot per minuut naar 1 schot in de 10 seconden. U bent geen Maurits, begrijp ik helemaal. Maar het is wel een ideaal. Ja. Een mens moet wat hebben om te dromen. Niet met de pieken, nu! Legerleider Maurits. Bijkans onverslaanbaar door alle nieuwe technieken die hij toepast. Ook in Nieuwpoort zet hij het gevecht uiteindelijk naar zijn hand. In de kerk van de stad getuigt een schilderij van zijn overwinning. Maar het zou een overwinning zijn met een bittere nasmaak. En ja, hier zie je hem dus trots als veldheer te paard met zijn verslagen generaal aan de Spaanse zijde, Mendoza. Ja, dit is eigenlijk het grote moment van zijn overwinning. Wie wilde die hele veldtocht naar Duinkerke? Het was duidelijk een idee van de Staten-generaal, van Oldenbarneveld. Die was wat dat betreft heel gedurfd. Maar Maurits wil dit dus niet. Nou, voor Maurits is dit... die vindt dit veel te ver gaan. Je moet dagenlang marcheren over vijandig gebied. Je hebt onzekerheid over hoe die dorpen zich gaan gedragen, hoe die steden zich gaan gedragen. De Spaanse troepen heb je geen zicht op. Dus hij vindt dit veel en veel te riskant. De spanning tussen Maurits en Oldenbarneveld die ontlaat zich hier eigenlijk voor de eerste keer. En heel dramatisch, zou je kunnen zeggen. Na de veldslag dan komt op een gegeven moment Oldenbarneveld Maurits ook opzoeken in zijn tent. Maurits die zal, denk ik, gekookt hebben van woede. En enorm onder de indruk zijn geweest van het bloedverlies. Ja, wat hij onder zijn eigen ogen heeft zien gebeuren. Maurits zal Oldenbarneveld voor de voeten hebben geworpen. Van, je hebt mij aan een enorm risico blootgesteld. We hebben hier duizenden mensen verloren. Voor hetzelfde geld waren we de zee ingedreven. Voor hetzelfde geld waren er geen Oranjes meer geweest. Er waren Frederik Hendrik en ik. Hadden we in zee liggen drijven. Vanuit oorlogsstrategie gezien wordt er niks bereikt. En het is het punt waarop je krijgt dat Maurits vanaf dat moment eigenlijk Oldenbarneveld steeds minder gaat vertrouwen. Dat bij hem door blijft etteren. Vanuit Nieuwpoort keerde Maurits en Oldenbarneveld terug hier naar Den Haag. In triomf, ogenschijnlijk het perfecte koppel. Maar onder de oppervlakte broeide het dus tussen die twee. En hier in de stad kun je dat bijna fysiek voor je zien. Hier, recht onder dit dak op het Binnenhof, woonde Maurits. Op dit terrein werkte ook Oldenbarneveld. En Oldenbarneveld woonde hier net om de hoek, achter dat gebouw. Een paar honderd meter verderop. Alles op die ene vierkante kilometer van de macht over dit land. Ze konden elkaar niet ontlopen. En dus was het wachten op iets wat nieuwe spanning gaf en een nieuwe breuk sloeg in hun verhouding. Het hoogtepunt van zijn macht was het moment waarop hij het 12-jarig bestand doorduwde. De oorlog met de Spanjaarden duurde en duurde maar. Er was natuurlijk die vergeefse slag bij Nieuwpoort geweest. En het was voor Oldenbarneveld eigenlijk al vrij snel duidelijk dat op deze manier doorgaan met die oorlog geen zin had. Dat bestand heeft hij ongelooflijk grote rol in gespeeld. Het ging over hele wezenlijke vragen. Het ging over de vraag: zou Nederland dan echt internationaal erkend worden? Zou er ruimte zijn voor een eigen godsdienstbeleid? En, misschien nog wel een van de allerbelangrijkste vragen, zou er een akkoord te bereiken zijn met de Spanjaarden over de hele winstgevende handel op de wereldzeeën? Het ging hier echt over
De vrije vaart op de zee, de erkenning van de Nederlandse staat, de onafhankelijkheid. En hij moest het over al die dingen dus eens worden met al die gewesten die deelnamen. Ja. En er was er niet één die de leiding had. Nee. Dus hij moest alles maar aan elkaar breien. Ja, en de stadhouder, Maurits, was één van de partijen, je zou kunnen zeggen de aanvoerder van de partij, die eigenlijk niet zoveel trek had in dat bestand en eigenlijk was voor doorvechten. Dus hij moest tegelijkertijd op heel veel verschillende borden schaken om dat bestand erdoor te krijgen. Daarom heeft het ook zo lang geduurd. En uiteindelijk, ik heb dat er ook maar even bij gehaald, de kroon op zijn werk, het 12-jarige bestand, in alle mooie artikelen waarvan Oldenbarneveldt zo ongelooflijk veel energie in heeft gestoken. En het hoogtepunt misschien wel van zijn macht. Ja. Nou, hier hangen ze allemaal. Hier heb je Maurits in het midden, hangen boven de bank. Met Sikje? Ja, met Sik, Johan Maurits. Dat is ook een verre familielid. En dan is dit de Maurits Toren. Ja. Hier heeft Maurits gewoond. Ja, hier woonde hij. Eigenlijk heel centraal in dat complex. Met uitzicht op het politieke centrum van de macht. Ja, het is een wat broeierige periode. Hij denkt na. Heeft niet precies zicht op de processen. En misschien zijn het zelfs wel voor een deel fantasieën die zijn hoofd voeden. En die hem eigenlijk steeds verder verwijderen van Oldenbarneveldt, hem steeds wantrouwiger maken. De kwestie waar het op stuk gaat lopen is de opvatting over het geloof, over het Calvinisme. Moet er een geloof zijn, een Calvinisme zijn voor de hele republiek? Volgens de opvattingen van Maurits en zijn getrouwen. Of mag elk gewest min of meer zelf uitmaken hoe zij met het geloof omgaan. Oldenbarneveldt kiest eigenlijk voor de gewestelijke lijn. Hij gaat zeggen van elk gewest moet in geloofszaken kunnen optreden. En daar gaat hij nog een stapje verder in door de gewesten toestemming te geven om zelf, zeg maar, soldaten aan te stellen. Om in geloofszaken eventueel op te treden. Dat is voor Maurits in feite onacceptabel dat hij als nationale legerleider het moet verdragen. Dat er ook andere legertjes komen waar hij niet het gezag over heeft. Hij maakt zich eigenlijk daarmee tot bij uitstek de nationale verdediger van het geloof. Wat is het moment dat die spanning tussen Oldenbarneveldt en Maurits echt tot uitbarsting komt? Nou, dan zitten we zo'n 5 jaar na het bestand. Dus die geloofstwisten die hebben zich langzamerhand opgebouwd. En de echte uitbarsting die komt er als Maurits heel publiekelijk ter kerke gaat in de kloosterkerk. In het centrum, zeg maar, van het aristocratische, het rijke Den Haag. Vlakbij het huis van Oldenbarneveldt zelf. Dus naast het huis van Oldenbarneveldt gaat hij naar een kerk om daar een richting, geloofsrichting te beleiden die tegen Oldenbarneveldt ingaat. Ja. Want Oldenbarneveldt was misschien thuis en zag die hele stoet daar langskomen. Ja, eigenlijk is het een statement richting Oldenbarneveldt. Als het werkelijk om het gezag draait, dan ben ik degene die de zaak bepaalt en niet jij. Laten we bidden. In de zachte glans van dat licht kunnen wij ook eerlijk kijken naar onze omgang met elkaar. Hebben we elkaar wel gezien? En wij beseffen, terwijl wij in elkaars buurt zijn, kunnen wij langs elkaar heen leven. Ja, wij kunnen vergeten hoezeer we elkaar nodig hebben. En daarom bidden wij.
Maurits gaat dus kerken in de kerk naast Oldenbarneveld. Ja. Daarmee wordt het conflict openlijk. Nou heb ik hier het Gouden Eeuwspel. Kan jij uitleggen hoe die strijd uiteindelijk werd uitgevochten? Ja, dan pakken we Maurits erbij. Die zetten we in, te beginnen in Den Haag. Oranje? Oranje in Den Haag. En dan gaat het er eigenlijk om hoe krijg je die 7 gewesten achter je. Hij heeft er dan al 3 achter zich staan. Zeeland, Friesland en Groningen. Dus de stand is aan het begin 4-3 in het voordeel van Oldenbarneveld. Wat Maurits dan doet, is die gaat met zijn troepen langs de verschillende gewesten om die ook achter zich te krijgen. En dan begint hij in Gelderland en dan wint hij het gewest Gelderland voor zijn standpunt. Dan gaat hij vervolgens door naar Overijssel en doet daar precies hetzelfde. En die gewesten gaan zonder slag of stoot mee? Eigenlijk wel. Maurits is de held. Dat is de man die Nieuwpoort heeft gewonnen. Dat is de man die de Republiek letterlijk heeft verdedigd en ja, tegen de Spanjaarden heeft gewonnen. En dan blijft Holland als laatste over, maar met alle gewesten achter zich. Dan slaat de onzekerheid toe in Holland. De Staten-Generaal komen naar hem toe. Die sluiten in feite een akkoord met Maurits, waarin ze hem vrijheid geven om te handelen naar zijn goeddunken. Dat is het 28 augustus, 1618. En 1 dag later wordt Oldenbarneveld gearresteerd. Dus dan is eigenlijk, ja, je zou kunnen zeggen, de zaak beslist. Het is 18 jaar na de slag bij Nieuwpoort. Die eerste kras in de relatie van een gouden duo. Met schrijver Thomas Rozeboom op de plek waar het verhaal eindigt. Hij hertaalde het dagboek van Jan Franke, de knecht van Oldenbarneveld, die tot het laatste moment bij zijn meester bleef. Op een dag in 1618 moet Oldenbarneveld hier naar kantoor gekomen zijn. Ja. Zoals dat zo vaak ging. Dus hier echt voor de ridderzaal kwam hij aan. En toen? Toen werd hij gesommeerd om zich te melden bij de prins, prins Maurits. Zijn knecht, Jan Franke, die was erbij? Ja, die heeft hem toen die trappen opgeholpen na dat vertrek van de prins. En die beschrijft dan in dat verslag wat hij nadien heeft geschreven dat prins Maurits de landsadvocaat van Oldenbarneveld heel bars heeft toegesproken. En toen is hij vastgezet van Oldenbarneveld. Hier ergens. En daarna is hij nooit meer buiten geweest. Nog 1 keer hier om zijn schavot te betreden. Dat was 8 maanden later. Dit was zijn ruimte. Alles hierachter. Deze hele ruimte tot aan de muur was van hem. Dus hier was de gang? Ja. En dan kwam je daar kwam binnen? Hier binnen, ja. Wat een rotzooi is het hier eigenlijk. Oldenbarneveld werd hier opgesloten met zijn knecht. Ja. En op een gegeven moment werd dan duidelijk dat er een proces werd voorbereid door die rechters. En die zaten dan hier beneden. De rechters die vergaderden hieronder. Ja. En het waren er 24 in getal. Allemaal vijanden van hem. Dan hoor je die mensen beneden je vergaderen. Je krijgt langzaamaan een idee wie dat zijn. Het is een totaal paranoïde sfeer. Je weet dat daar beneden over je leven wordt beschikt door mensen die jou niet welgezind zijn. Ja. En in het begin had hij nog het vertrouwen van als ik nou maar duidelijk uitleg wat ik heb gedaan, dat het allemaal in het landsbelang was. En later toen drong tot hem door, ze willen dat niet begrijpen. Er moet gewoon een vonnis komen. Toen mijn heer die avond te bed ging, zei hij na nog meer opmerkingen te hebben gemaakt: de mensen zijn hardvochtig. Ik heb niets goeds van ze te verwachten. Ach, ik ben oud en op en kan niet meer. Ik heb zoveel gedaan, meer dan ik kon. En mij voor de landzaken zo ingespannen dat ik mijn eigen persoonlijk leven heb verwaarloosd. Het schijnt dat God de Heer mij dit alles heeft opgelegd. Enfin, ik zal nog eens proberen of ik kan slapen. Die
die een avond voor zijn onthoofding praat met die predikanten. Moet hem dan stervensbereid maken. Het moet hem ertoe brengen dat hij zijn schuld inziet. Maar hij ziet helemaal geen schuld. Maar hij zegt wel, het zal te maken hebben met iets tussen mij en de prins. En misschien speelt dat al vanaf 1600, weet je, slag bij Nieuwpoort. Misschien is er toen iets tussen ons, ja, van tweespalt ontstaan. Daar moet iets heel geks hebben gespeeld. Ook dat de prins hem niet meer te woord wilde staan. Hij liet de hele tijd vragen, kan de prins mij niet ontvangen? Nee, die gaf gewoon niet meer thuis. Daar moet een soort haat hebben geleefd bij Maurits. Maar waarom, vraag je? De uiterste consequentie wordt onvermijdelijk. De tragische terechtstelling. En de tragiek gaat zelfs verder. Al de volgende dag verklaren de Staten-Generaal dat de overledene deerlijk wordt gemist. En de zij God zijn zielen genadig. En Maurits komt de jaren erna niet meer tot grootse daden. Iedereen verliest. Want hoe moest het nu verder met het land, nu het zijn grote schepper kwijt was? Het had een staatsinrichting die ook na zijn dood nog naar de hand van Oldenbarneveld bleef staan. Tot op de dag van vandaag zelfs. De hand van de eerste Nederlandse polderaar op nationale schaal. Laatste trapje af. Ja. Yeah. Dat zou kunnen dat hij hier de deur uitgekomen is. En dan staat hij verhoogd voor duizenden mensen. De laatste akte. Wat doet hij dan? Dan trekt hij een muts over zijn ogen. En hij knielt. En dan of het ademloos stil was of niet. En dan valt hij bijl. En dan vraag je je af... Prins Maurits, die was er niet bij volgens de boeken... maar die zou natuurlijk best vanuit één van al deze ramen hebben kunnen toekijken. Je zou ook denken, waarom is hij er niet bij? Als hij erin gelooft dat er recht gedaan wordt, dan kun je er toch bij zijn. Misschien was hij wel bang voor een laatste blikwisseling met Van Oldenbarneveld. Omdat? Omdat hij geen zuiver geweten had. Toen hij, Oldenbarneveld, dan op het zand neerknielde, op het schavot, nam ik voor het laatst afscheid van mijn heer. Hij zei, maak het kort, maak het kort. De beul zeide tegen mij, aan de kant. En ik was nog maar nauwelijks het schavot af of de bijl viel. Met 3 of 4 krachtige slagen gulpte het bloed uit het lichaam. Mijn hart kromp ineen van pijn en afschuw. Ineens gebeurd. Ja. Hij staat nog met kleren van Oldenbarneveld in zijn handen, loopt naar de rand van het schavot en... Ja. Ja. Ontdaan en ontredderd. Dat was het einde. Dus het was een soort Hollandse hoek. Ja. In de Gouden Eeuw werd Nederland legendarisch rijk. Maar waar kwam die rijkdom vandaan? En wie zaten erachter? Oh, here's my kind of guy. He didn't do it for the king, he did it to make money. Een reis naar de Oostzee, op zoek naar een Nederlands handelsimperium. Zo opgebouwd dat het toen haast niet zichtbaar was en dat we er nu niet meer van weten. Get away! Maar er is nog meer Gouden Eeuw. Hoi, ik ben Dorine Goudsmit en aanstaande zondag in Welkom in de Gouden Eeuw is mijn hoofdgast. Zeg het zelf maar. Hi,
Ik ben Johan van Oldenbarneveld, de grootste politicus van de Gouden Eeuw. Wat zeg ik? Alle tijden. Zondag 4 voor 6. Op Zep. Kijken dus.